Goedemorgen. Ja, eventjes kijken. Op onze plaats van samenkomst staat in liefde werken en een menswaardige wereld. Tijdens diensten wordt nauwelijks daarop ingegaan waarom je dat zou doen. En dat hoeft ook niet, want we hebben een belofte gedaan. We zijn apostolisch en hebben ons geconfirmeerd. Maar het is niet vanzelfsprekend als je de wetenschap, in de wetenschap is aangetoond dat een mens van nature zich bekommert om de groep waar hij toe behoort, vroeger zijn stam, je familie, de gemeenschap, je land. Maar wat er buiten komt, dat wordt vaak met achterdocht benaderd. Dat is de natuur van de mens. Dat was een potentiële vijand. En waarom zou ik me druk maken voor de hele wereld? Ja, dat is dus iets wat niet vanzelf spreekt. En je kan zeggen, nou ja, wij hebben daarvoor gekozen, het is ons ideaal. Maar voor mensen die zich willen confirmeren en voor niet-apostolisch, als je daarmee in gesprek raakt, is het wel iets om eens over na te denken. En toen ik daarover nadacht, toen schoot me te binnen dat het apostolisch genootschap zich presenteert als een plaats voor religieus humanistische zingeving. En toen dacht ik, religieus humanistisch, ik heb er ook heel wat over gelezen. En eigenlijk zit daar de kern in van mijn apostolisch zijn. En nou, dat wil ik graag vanmorgen met u delen. Hoe zie ik dat? Het is mijn persoonlijke visie. Dus u mag het anders invullen. Maar u zult zien dat de bouwstenen u heel vertrouwd zijn. Maar de samenhang daartussen, ja, daar moet je echt eens over nadenken hoe dat nou met elkaar te maken heeft. En voor mij zit er een lijn in. Even ter verduidelijking, bij religieus denk ik aan verzorging van mijn binnenwereld. En bij humanisme denk ik in eerste instantie aan mijn contact met de buitenwereld. En ik begin met de binnenwereld, want als je wrok koestert, als je boos bent, is het heel moeilijk om je buitenwereld goed in te vullen. Eigenlijk moet het van binnen eerst. En ik vraag je om eens te kijken naar een deel uit de cantate Wording en Ontplooiing uit 1949 van Wim Westerveld.
vind het jammer. Nee, ik vind dit indrukwekkend. Ik vind het jammer dat als ik op een heldere nacht vanuit ons dorp naar boven kijk, dat er zoveel lichtvervuiling is dat ik maar een handvol sterren kan zien. Ja. Als je nagaat, ons heel al, nou, ik heb het even nagezocht, 92 lichtjaren ongeveer groot. Als je dat terugbrengt, nou zeg tot Nederland, hoe groot denkt u dan dat de aarde is? Je moet een hele goede elektronenmicroscoop hebben om de aarde te kunnen vinden. Dat is nog veel kleiner dan een speld in een hooiberg en dat is al moeilijk. En ook in tijd. Waarschijnlijk is de oerknal ongeveer 14 miljoen jaar, ik dacht 13,6 miljoen jaar geleden geweest. Als je dat nou terugbrengt tot een jaar, hoe lang denkt u dan dat een mensenleven duurt? Nog geen seconde. Een tel. En wat is er dan al die tijd gebeurd? Er zijn sterren gevormd en die zijn weer uit elkaar geknald en er zijn weer nieuwe sterren gevormd. Die C en die O van de CO2 die we te veel uitstoten, die koolstof en die zuurstofatomen, waaruit de hele aarde is opgebouwd. Die zijn vroeger in sterren gevormd, niet hier op aarde, dat kan niet. Daar heb je kernfusie voor nodig. Hoe ingewikkeld zit dat allemaal in elkaar? Wat een samenhang. Ja. Je bent wie je bent, uit de oerbron ontstaan. Een vluchtig moment in de tijd. En je kan ook zeggen, een nietig plekje in het heelal. Maar ook als je kijkt op menselijke maat. Wat gebeurt er dan allemaal voor bijzonders? Ik denk wat. Dat is op zich al een wonder. Dan ga ik met mijn mond bewegen. Dan breng ik toch lucht in beweging. Die komt hier in die microfoon terecht. Dan wordt het elektrische golven. Komt bij de loudspeaker en dat bereikt u, degene die thuis zitten. Misschien dat er nog wel golven eerst via Engeland en Frankrijk en België komen voordat ze bij de laptop van die broeder en zuster komen. Dan wordt het weer geluidsgolven, dan komt het in hun oren terecht. Nog weer andere golven komen in de hersenen terecht. En dan hebben ze het idee dat ze verstaan wat ik bedacht heb. En dan kan het ook nog gebeuren dat er herinneringen terugkomen. Als ik dat lied hoor, dan zie ik mijzelf staan in het concertgebouw als 10-jarig jongetje. Daar heb ik misschien tientallen jaren niet aan gedacht. Wat een enorme samenhang is er in de wereld. En niet alleen samenhang. Maar je bent ook afhankelijk. Vaak veel sterker dan we bedenken. Elke dag moeten we eten. Moeten we drinken. Elke minuut moeten we zuurstof inademen. En we moeten het ook weer kwijt. Onze plas, onze poep. Onze koolstofdioxide. Je bent voortdurend in interactie. En niet alleen materieel. Maar ook wat mensen betreft. Voortdurend. Ja, wat zou er zijn als er geen winkels waren waar je je eten kon kopen. Maar ook om mens te zijn. Het begint al om geboren te worden.
om kinderen op te voeden. Zuster Bart vertelt hoe ze met de kinderen bezig is om ze zo goed mogelijk een plek in de maatschappij, dat ze zich kunnen handhaven. Maar ook voor je gevoelens. Je zou geen mens zijn als je niet mensen had om je te spiegelen, om je gevoelens te delen, je vreugde en je verdriet. Dus het is niet alleen zo dat er verwondering is, maar ook afhankelijkheid en kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid. Een virus van 10.000ste millimeter in China. En 3 maanden later de hele wereld in paniek. Wat ben ik dankbaar dat er mensen geweest zijn die al voor die tijd bezig waren om een medicijn te ontwikkelen. En met een mRNA-medicijn, nieuwe techniek. Ze hebben veel tegenwerking gehad. Ze wisten helemaal niet of het wat zou opleveren. En nou krijgen ze misschien volgend jaar de Nobelprijs voor geneeskunde. Het is de redding geweest. We hebben helaas, broeder Munch, broeder Willem Korema moeten we missen. Maar als dat medicijnen niet was geweest, dan was het misschien net zo geweest als 100 jaar geleden met de Spaanse griep. Dat een derde deel van de gemeenschap was overleden. Ongelooflijk om dankbaar te zijn voor hun. Maar wie had hen het talent gegeven om het te doen? En wie maakte dat er ook een medicijn was voor die ziekte? Ja, dat wonder waar ik nou de hele tijd over praat, dat noem ik God. Dat is niet omdat ik er een figuur bij denk of u mag daar allemaal zelf een beeld bij vormen. Maar ik wil erover kunnen praten. En dan gebruik ik daar het woord voor wat eigenlijk al door eeuwen heen gebruikt wordt om dit aan te geven. Ik merk dat veel apostolische bang zijn om erover te praten omdat het bij andere mensen verkeerde beelden kan oproepen. Maar het is verkeerd om er dan niet over te praten. Zoek dan uw eigen woorden daarvoor, maar laten we er wel over blijven praten, over dat wonder. Niet alleen doen alsof wij als mensen dat allemaal kunnen doen. Ludwig van Beethoven heeft prachtig dit vertolkt, de dankbaarheid, de opzien en de hemel roemen, u ziet het zoals het 60 jaar geleden in onze apostolische genootschap werd gezongen. Althans, nu nog het eerste couplet.
is alle reden om dankbaar te zijn voor alles wat we gekregen hebben. Wat de mogelijkheid die we gekregen hebben van God, maar ook onze voorouders, de mensen om ons heen, die gemaakt hebben dat we in een prachtig gebouw samen kunnen komen. Dat we in een comfortabel huis kunnen wonen. Dat er goede wegen zijn waardoor we hier comfortabel naartoe konden komen. Voldoende en ook nog lekker te eten is en te drinken. En dat er ook allerlei middelen zijn om ons te vermaken en ontspanning te hebben. 6 jaar geleden heeft de Denker des Vaderlands, dat is Paul van Tongeren, een boek geschreven. Danken, met als ondertitel Denken over danken na de dood van God. Want zolang je nog in een persoonlijk God geloofde, konden je in de tempel offers brengen. Kon je God danken. Heere, dank voor deze spijzen aan. Op allerlei manieren werd God gedankt. Er waren oogstfeesten. We hebben een tijd gehad dat leek of wij als mensen alles konden maken. En ik merk het ook. Ja, aan het gebed. Het gebed is voor mij de manier om God te danken in woorden. En om je uit te spreken over wat je daarmee wilt doen. En vooral het gebed voor de rondgang. Gaat volgens mij niet zo. Je praat eigenlijk tegen je eigen ziel, tegen je eigen geweten. Want we zijn zelf ook deel van dat wonder God. Elke ochtend, dan kost het me geen moeite om op te staan. Er zit iets in me dat me in beweging brengt. Ik weet niet of u dat heeft. En soms dan komen de gedachten op en dan moet ik een wiskundig probleem gaan oplossen. Ja, heeft u geen last van? Maar dat komt gewoon van binnenuit. Je wordt wakker en er is een gedachte. En anders zal een stuk gaan componeren. Of weet ik wat, een gedicht maken. We hebben een prachtig lied waarin dit tot uiting komt. Het priestergebed.
eerste drie coupletten vragen, bidden, vragen. Geef me, eigenlijk roep je het in jezelf op, geef me het warme hart, geef me het stralend oog. En dan waarvoor je het wil gebruiken in het laatste couplet voor het godswerk. Ja. Niet je primitieve gevoelens botvieren, maar waar je dankbaar voor bent, hè, dat is voor mij vriendschap, welzijn, goede verhoudingen hebben, de ander respecteren, dat ik gerespecteerd word om dat ook de ander te doen. Al die eigenschappen. Om daar ook, om dat over te brengen, om zo door het leven te gaan. Dus de dankbaarheid leidt weer tot verantwoordelijkheid. En met die verantwoordelijkheid kom je dan bij het humanistische deel. Want dan vraag je af, hoe ga ik met de ander om? Dus ik sluit nu het religieuze deel af. Dat is voor mij de basis. En de basis, ja, mag ik even de sheet alsjeblieft. We begonnen dus met de verwondering over het bestaan en de wereld. Dan realiseer je hoe afhankelijk je bent, hoe kwetsbaar we zijn. En als je dan ziet hoe die afhankelijkheid, hoe daarin voorzien wordt, dan komt de dankbaarheid. En dankbaarheid leidt ook tot gevoel van liefde. Dankbaarheid brengt jezelf ook een geluksgevoel. Dus daar, liefde kan je niet maken. Maar je kan wel zorgen dat je met je gedachten afvraagt, waar ben ik dankbaar voor? En dan komt de liefde mogelijk vanzelf. En dat leidt weer tot verantwoordelijkheid. En dan gaan we luisteren naar het tweede couplet van de Hemelen Roemen. Want daarin zie je ook al die overgang van, wat gaan we er nu mee doen? Alsjeblieft. Zegt, er moet geen streepje staan tussen religieus en humanistisch, maar een pijltje. Waar ik nu eventjes als intermezzo over wil praten, is waarom je de hele wereld zou willen betrekken erin. Als je daarover nadenkt, dan kan je natuurlijk aan de coronavirus denken.
klein virusje in december 2019, denk ik, in China. En 3 maanden later kunnen we niet meer, of 4 maanden, kunnen we niet meer naar het restaurant. Moet zelfs thuis werken, kinderen moeten naar huis, mogen niet meer naar school. Kan niet meer naar een sportwedstrijd. Nou, ga maar door. De hele maatschappij ligt overhoop. Geen moment hadden we eraan gedacht dat dat mogelijk zou zijn. Zo groot is het verband. Er ligt een schip, is onderweg van China naar Rotterdam. Komt scheef te liggen in het Suezkanaal in Egypte. Maanden stokt de aanvoer. Bouwwerken moeten een tijdje stil liggen. Medicijnen zijn er opeens tekort. Zo zijn we afhankelijk van elkaar, van de hele wereld. Een auto wordt op het ogenblik gemaakt en onderdelen worden over de hele wereld samengesteld. Energievoorziening. We halen geen gas meer met Groningen. Maar daardoor worden we meer afhankelijk van Rusland. En onze vriend Poetin, die voelt zijn macht toenemen. En die denkt, hoe kan ik mijn gebied uitbreiden? En er ontstaat een enorme spanning in de wereld. Onze mobieltjes en andere apparaten tegenwoordig. Er zitten allerlei materialen in. Die worden gedolven in Afrika, in China, in Australië. Klimaatprobleem, hoe kunnen we dat oplossen? Nou, daar zullen veel landen moeten samenwerken. Je kan niet zeggen, nou, als we in Nederland deze wetten hebben, dan komt het allemaal goed. Grote verschil tussen rijk en arm. Ik kom daar straks nog verder op door. Maar wij leven in een betrekkelijk luxe situatie. Maar die mensen, die jonge mensen in Jemen, in Syrië, in Afghanistan, in Afrika, je kan toch voorstellen dat die helemaal geen toekomst zien. En dat ze denken, nou, we proberen naar Europa te gaan. In het Midden- en Zuid-Amerika. We gaan naar de Verenigde Staten toe. Ik denk dat ik zelf ook zou doen als ik in zo'n situatie zou verkeren. Ik weet niet hoe ik zou zijn. Maar dan kan je wel de grenzen dichtmaken. En diegenen die die vluchtelingen willen helpen in Griekenland in de gevangenis zetten. Maar dat is voor mij in strijd met het gevoel van een menswaardige wereld waar we aan willen werken. Ik weet de oplossing niet. Maar dit klopt niet. Dus ik heb het gevoel, alleen ons druk maken om onze eigen vierkante meter, zoals ze vroeger vaak zeiden, dat kan niet meer. Het is werkelijk een global village geworden. We zijn van iedereen zijn we afhankelijk geworden. We zullen het samen moeten doen. En ik denk ook dat we daar, ja, toch ook ruim over moeten denken. Probeer om niet kortzichtig te zijn en alleen maar voor de eigen gemeenschap te zorgen. De kinderen, die zingen het al.
denk altijd als ik die mensen zie springen, dat ik die hele, degene die helemaal recht staat, dat ik die ken. Anderen weet ik niet, maar jij kent ze natuurlijk. Ja. Het apostolisch genootschap heeft compassie en solidariteit als speerpunten gekozen in de meerjarenvisie 2017-2022. En als je er goed over nadenkt, over compassie en solidariteit, dan, ik zei het al, dan hebben we een hele luxe situatie hier. Maar wat we ons vaak niet realiseren, is dat we daar niet een reële prijs voor betalen. Als wij kleren kopen, het is maar een voorbeeldje, dan zijn die waarschijnlijk gemaakt in een land waar mensen urenlang, 6 dagen per week, werkten, misschien zelfs kinderen, onder slechte omstandigheden. Die worden dan gebracht per schip of per vliegtuig, waar niet betaald wordt voor de luchtvervuiling die ze veroorzaken, of de watervervuiling bij een schip. Dan komt het in een hal terecht van mensen, vaak uit Oost-Europa, 's nachts aan het werk zijn om dat voor ons klaar te maken, niet erg goed betaald. Dan wordt het gebracht door mensen die ook onderbetaald worden. En zo krijgen we het. Als wij een reële prijs zouden moeten betalen uit gelijkwaardigheid, dan zouden we duurder uit zijn. Dus als we zeggen menswaardig, een menswaardige wereld. Ja, de slaventijd is voorbij, maar onbedoeld en ik zou het niet willen. Maar toch werk ik ongewild mee aan het in hand stand houden van ongelijkheid. En waarom hebben wij het dan beter? Zit daar niet een hele grote factor geluk bij? Dat je in Nederland geboren bent? Dat je ouders hebt gehad die je hebben laten studeren? Dat er leraren zijn geweest die je hielpen om een goede boterham te verdienen? En ik weet, dit geldt niet voor alle Nederlanders. Ook binnen Nederland is er een groot verschil tussen arm en rijk. Maar als je het dan zo goed hebt, ben je dan bereid om wat van je luxe af te staan? Zijn we wel bereid om datgene wat we hebben te delen met anderen? Ik laat u nu het lied zien. Nee, dat doet broeder Kok. Die laat het lied zien wat zuster de Vos al even zo zachtjes gespeeld heeft. Het licht van de liefde. Wat ik u vertel in een notendop. Want wat doe je ermee? Ja. Het derde speerpunt, u zult het weten, en ik hoef u daar niet zoveel nieuws over te vertellen, dat is duurzaamheid. We gebruiken veel te veel van gas, olie, mineralen. En als we het niet meer nodig hebben, dan laten we de restanten achter in de atmosfeer, in de aardbodem, in de oceanen met al dat plastic. Ja, dat heeft gevolgen.
opwarming van de aarde. De oceanen worden hoger. Van de week weer een bericht dat het toch dreigt dat een stuk van Antarctica loslaat van het ijs op Antarctica. En wat gebeurt er dan? Maakt mensen ongerust. Maar ja, zolang je er zelf nog niet veel van merkt, zelfs warmere zomers hebt, je voor je geld mooie dingen kunt kopen, dan komt die primitieve aard van, nou ja, zolang het nog in Nederland goed is, wat zal ik me druk maken om die bosbranden in Amerika en in Australië? En wat zal ik me druk maken om al die dingen, die overstromingen? Is het... Ja, het is een natuurlijke neiging natuurlijk. En dan komen de klimaatontkenners. Want dat ligt voor de hand, dan hoef je niet druk te maken. Maar wij hebben een ideaal als apostolische. En als ik denk aan de grondlegger, die wij de grondlegger noemen, Jezus van Nazareth, die nam stelling. En hij heeft het zelfs met zijn leven moeten bekopen. En ik vraag me af, zijn we als apostolisch genootschap niet wat te vriendelijk, te lief, te bezadigd aan het worden? Durven we wel stelling te nemen, ook naar de buitenwereld toe? Brandt het heilig vuur nog in ons? Als je naar het nieuws luistert en kijkt naar de televisie, dan denk je dat alles ellende is. Maar als ik gewoon in mijn eigen leven kijk, ontmoet ik heel veel vriendschap, heel veel mensen die bezig zijn met de opbouw, die heel constructief bezig zijn. En ik denk dat er helemaal geen reden is tot wanhoop. Ik ga daar zo nog verder op in, maar ik wou graag sheet 2 hebben, alstublieft. Wat ik oversla is de samenvatting van het religieus, maar hier staat de samenvatting van het humanistisch. Compassie, ja, hoe gaan wij om
met discriminatie? Hoe gaan wij om met de toeslagenaffaire? Met het jeugdzorg? Dat hoort dat toch niet in ons land zo thuis, dat er zo met kinderen wordt omgegaan? Duurzaamheid, uitputting, gas, olie, mineralen. Oceanen, aardoppervlak, atmosfeer. En dan de behandeling van vluchtelingen en de tegenstellingen tussen arm en rijk. U ziet die drie speerpunten, die overdekken al heel wat wereldproblemen. Zijn er nog meer, maar voorlopig is dit wel genoeg. Maar we hoeven niet, daar wil ik toch nog wel, we hoeven niet bang te zijn voor grote problemen. In 1945 was ons land er heel slecht aan toe. Het was echt uitgewoond. En 25 jaar later konden mensen een auto kopen, was de woningnood opgeheven. De Bijlmer was gebouwd en weet ik wat. Een enorme inzet. Mensen konden naar het buitenland gaan met vakantie. In 25 jaar. Toen kwamen wij in Hongarije. En als we daarover vertellen, zeiden mensen, zo was het bij ons. Rond de Wereldoorlog. Maar daar had de tijd stilgestaan. Ik heb dat gezien, wat een enorm verschil dat was. 1960-70. Overbevolking, groot probleem. De apostel El Slok op de jeugdappel. Neem niet meer dan 2 kinderen. Op het ogenblik zijn er landen, China, Hongarije, waar mensen bang zijn dat er te weinig kinderen geboren worden. Alleen Afrika is nog een probleem, maar de verwachting is in enkele, 10, 20, 30 jaar is het daar ook opgelost. Je ziet, enorm probleem, maar als je dan werkt, dan kan dat opgelost worden. En hier natuurlijk de uitvinding van de voorbehoedsmiddelen, maar ook die moest iedereen kunnen krijgen. Ook jaren 60, 70, de Cuba-crisis, een kernoorlog. Ik zat echt aan de radio gekluisterd, want het was in de Varkensbaai op een gegeven moment behoorlijk spannend. We waren allemaal bang voor de Derde Wereldoorlog. Maar mensen gingen praten, de leiders van Amerika, Rusland, sloten een wapenovereenkomst. En er volgden weer jaren van redelijke vrede. Nou staat er weer zo'n situatie waarbij je denkt van, hoopt, dat als het maar goed gaat tussen die twee. Vervuiling van het oppervlaktewater. Ik denk dat het 80, 90 jaren waren. Dat was echt een groot probleem. Op het ogenblik is het weer schoon. En ook in die tijd dioxine. Je hoort het woord niet meer. Er zijn maatregelen genomen. Ik ben nu een boek aan het lezen. Dankzij zuster Hilboezem. Dat heet Landherstel. En daarin wordt beschreven aan de hand van allerlei projecten in de wereld. Hoe het mogelijk is om van bijvoorbeeld van een woestijn weer een gebied te maken waar landbouw en kan functioneren. Gisteren was op de televisie, was er ook eventjes een Spaans echtpaar, half Spaans, half Nederlands, dat bezig was om in een land wat helemaal gedegenereerd is, om daar weer, dankzij biodiversiteit, om daar weer levend in het landschap te brengen. Dus we zijn als mensen in staat om grote problemen ook op te lossen. Maar er moet wel aan gewerkt worden. En ik wil me daarvoor inzetten. Ik hoop u ook. Ja, alsjeblieft. Dan gaan we er samen werken. Er is nog een mooi lied, ook een gebed, waarin dit verwoord wordt. U ziet wel, al die dingen, die hebben we in liederen. Ik heb niks nieuws verteld vandaag. Alsjeblieft.
u voor uw aandacht. Amen.